ben nog steeds ziek. In de afgelopen vlog hebben jullie kunnen zien dat ik behoorlijk ziek was. Ik had behoorlijke griep te pakken. En een luchtwegeninfectie. We zijn nu een week verder. En het is op zich nog steeds hetzelfde. Ik heb me maandag tot woensdag wel redelijk gevoeld. Woensdag ben ik een dag gaan inhalen op stage. En toen heb ik daar ook een gesprek gehad. Wat mij nog steeds enige verbazing opwekt. Ik was het niet helemaal eens met het gesprek. En ik snapte ook niet waarop ze dat baseerde. En hoe ze erachter is gekomen. En mijn bad. Goed, daarin vertelde ik jullie dus dat het niet zo erg lekker gaat met mij. Dat ik heel erg grieperig ben, heel erg ziek ben, continu. En dat is nog steeds zo. Maar ik heb woensdag wel een dag kunnen inhalen. Daar voelde ik me wel prima voor. Dus daar was ik wel blij om. Er is in ieder geval één dag ingehaald. Nog twee te gaan. En ik heb nog 17 weken ongeveer. Dus 16, 17 weken. Dus dat moet goed komen. Ja. Ik wil even opruimen. Het is niet echt een rotzooi. Het is meer een doek kleding die overal en nergens ligt. Dus ik wil even kijken wat voor kleding ik overal heb slingeren. En dat wil ik even opruimen. En even zorgen dat mijn kamer gewoon weer rechtgetrokken is. En gewoon netjes is. Zodat ik gewoon in een opgeruimde kamer kan leven. deze tijd valt trouwens ook in mijn vakantie. Ik heb een weekje vrij. Maandag en dinsdag heb ik vrij gehad. Woensdag ben ik dan naar stage geweest om een dag in te halen. En donderdag en vrijdag ben ik, ja, op zich niks. Kijk, het is nu donderdag. Ik doe vandaag gewoon echt niet heel veel. We zijn voornamelijk bezig geweest met spullen bezig halen voor de dieren. Voor de dierenwinkel, voor de cavia en vogels en hondenvoer en weet ik het allemaal. En ja, ik heb gewoon geen energie. Dat is gewoon heel irritant en heel vervelend. Omdat ik wil wel, maar ik heb het gewoon niet. Ik heb die energie niet. Goed, ik heb opgeruimd. Het is allemaal weer netjes en alles heeft weer een plekje. En het is niet meer zo'n grote rotzooi als dat het eerst was. Kijk, ik heb mijn laptop ook weer aangesloten aan het beeldscherm. En ik begin een beetje in te kakken. Ik wou wat zeggen, maar ik weet niet. Oh ja, mijn eetlust. Door die griep denk ik dat de afgelopen twee weken eet ik heel slecht. En natuurlijk zitten mijn ouders en mijn opa en oma. Ja, je moet wel goed eten, want dit en dat. En dan val je af. En I know. Maar ik krijg gewoon geen hap weg. 'S Morgens vroeg eet ik al helemaal niks. Nou ja, ik eet om een uurtje of 11, 12 of zo. Wil ik wel even wat yoghurt eten met wat muesli of zo. Daarna is het dus middageten. Dan eet ik één boterham. Eén boterham. De rest van de dag eet ik niks meer. Tussendoor misschien vaak eventjes een menthol, snoepje of weet ik het wat. Even wat zoets. En dan eet ik s'avonds mijn avondeten die er ook al niet van harte in gaat. En dan is het klaar. Weet je, normaal had ik chips overdag en snoep. En weet ik het allemaal voor lekkere dingen. Maar ik heb gewoon geen trek. Mijn eetlust is zo naar beneden gegaan de afgelopen twee weken. Waardoor ik natuurlijk ook weinig energie heb. Dat weet ik ook. Maar ik krijg gewoon niks weg.
En dat vind ik heel erg raar. Ik weet niet of jullie dat ook hebben gehad. Als jullie dat hebben gehad, let me know. Please let me know. Misschien hebben jullie tips of iets. Of weet ik het wat, hoe ik mijn eetlust op kan wekken. Maar echt, bijvoorbeeld nu ook. We gaan voor het eerst gaan we quesadillas eten. En ik heb er best wel zin in. Het is best wel iets dat ik denk van, weet je, ik ben heel benieuwd hoe het gaat smaken. Ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat proeven. Mijn haar is ook lekker, by the way. Ik heb er dus best heel erg trek in. Maar straks als ik het dus ga eten, heb ik dus totaal geen eetlust. En dat vind ik zo jammer, zo zonde. Want ik wil wel eten, maar ik krijg het niet weg. Ik heb geen trek. En dat is gewoon heel erg iets wat ook de afgelopen 2 weken heel erg meespeelt. Waardoor ik dus heel erg weinig energie heb. Maar dat wil ik even melden. Goed. Het is inmiddels laat op de avond. Ik ga slapen. Naar mijn idee is mijn koorts een beetje gezakt. Ik heb niet mijn temperatuur opgemeten. Maar ik voel me wel een heel klein beetje beter. Ik heb gegeten wat ik kon eten. En het is op zich wel goed gegaan. Ik had best wel wat eetlust. Verbaasd me eigenlijk wel hoeveel erin ging. Ik heb toch 2 hele quesadillas op. Dat vind ik toch heel erg wat. Maar ik ga nu lekker wat YouTube video's kijken. En dan ga ik lekker slapen. Het is 10:30. Ik word 8 uur wakker en ik lig nog steeds in mijn bed. Ik ben nog echt heel erg moe. Ik heb heel slecht slapen. Dus ik heb gewoon eigenlijk een hele chill ochtend. Ik ga me nu aankleden. Ik heb nog dingen te doen vandaag. En Rio ligt al dik 1:30 uur bij me. Hè? Ja? We zijn al 1:30 uur samen. Dus ja, ik mag me nu wel eens aan gaan kleden. En jij ook niet. Goed, allereerst hangt een hele rare geur boven. Ik weet niet wat het is, maar het ruikt heel raar. Geen flauw idee wat het is. Ik heb nu 2 keer langs het huis van die pekelwagens zien. Of ja, horen langs rijden. Ik denk, hé, waarom dan? Omdat ik wist dat het vandaag zou sneeuwen, maar het heeft niet gesneeuwd. En mijn rolgordijn staat een klein stukje open. En het is gewoon daadwerkelijk hard aan het sneeuwen. Ik weet niet of ik het jullie een beetje kan laten zien. Het is wel wit, zoals jullie kunnen zien. De sneeuw zien jullie nu misschien net niet. Ja, of toch wel. Maar het sneeuwt gewoon. Het sneeuwt echt. En dat had ik echt niet verwacht. Het sneeuwt ook best wel heel erg hard. Ik ben heel benieuwd of het morgen ligt. Als het er morgen ligt, gaan we morgen in ieder geval wat leuke foto's buiten maken. En ja, weet je, er ligt nu sneeuw. En zolang de sneeuw ligt, moeten we die kans ook pakken. Dus we gaan morgen gewoon wat leuke foto's schieten als er sneeuw ligt. Even kijken of het mogelijk is. Ik ben alles even aan het wegleggen. Ik wilde vandaag bij mijn opa en oma slapen, maar dat is er helaas niet van gekomen. Dus ik slaap gewoon thuis en we kijken voor hoeverre ik vannacht kan slapen. Want ik slaap de afgelopen dagen heel erg slecht. Ik ga mijn gemak houden. Ik heb trouwens een nieuwe achtergrond op mijn telefoon. Even kijken hoor. Hier. Van mijn 2 lieve kleine caviaatjes. Maar wat ik dus. Ik zit boven op mijn oortjes. Wat ben ik allemaal mee bezig? En wat ben ik allemaal aan het doen? Maar in ieder geval. Ik ga het, wat YouTube video's kijken. En lekker op mijn gemak slapen. Ik heb trouwens de hele dag niks gefilmd. Dat komt omdat ik het totaal vergeten was. En omdat ik de hele dag heb gechilled en mijn moeder een beetje heb geholpen. En ik heb
allerlei video's van Stuk TV gekeken. Stuk TV was niet echt een YouTube-kanaal wat mij heel erg aantrok. Dus ik heb het eigenlijk nooit gekeken. En vandaag begon ik dat in één keer met kijken. Ik vond het toch allemaal best heel erg lachen. Ik heb het jachtseizoen dan wel gevolgd. Maar voor de rest niet zo heel veel van Stuk TV meegekregen. Wat ze nou precies doen en dat soort dingen. En ik heb vandaag heel veel overnachtingsvideo's van hun gekeken. En van die horror verblijfplaatsen en zo. En dat vind ik dan toch best wel heel erg vet. De rest van de content van Stuk TV trekt mij niet heel erg aan. Maar ja, dat ben ik. Maar dat horrorachtige ding en het overnachten, dat vond ik best wel heel erg vet. Omdat ik dat van Ponkers natuurlijk ook altijd kijk. Maar ja, die doen dat niet in dat soort content. Maar dat vond ik heel erg lachen. Dus om mee om te zien en om te kijken hoe hun het doen. Deze video zal aanstaande woensdag online komen. Wat betekent dat de week daarop misschien geen video is. Even rekening heel even kijken. Want volgende week voor mij best wel een hele, ja, vervelend op zich niet, maar een hele rare week gaat worden. Al die informatie bespaar ik jullie wel even. Er moet gewoon over een aantal dingen even googlebabbeld worden. Dus ik zal volgende week waarschijnlijk niks vastleggen. Maar we zijn het weekend nog niet uit. We gaan het weekend nu ook pas in. Dus ik ga slapen en ik zie jullie morgenochtend. Goedemorgen. Goedemorgen. Het schijnt heel erg gesneeuwd te hebben, dus we gaan kijken. Oh, en inderdaad, het heeft gesneeuwd en hard ook. Kijk eens buiten, jongens. Het heeft echt gesneeuwd en heel erg hard. Wauw. Super chill. Kijk, hier ligt het zelfs op mijn. Kijk dan. Het heeft echt heel erg hard gesneeuwd. Goed, ik ben lekker warm aangekleed. Op naar de dierenwinkel. Hij doet het niet. Nee. Hij doet het niet. Dan moeten we old school kaartje kopen. Niet alles werkt op die moderne manier tegenwoordig, toch? Inmiddels weer thuis. ik ga even wat YouTube-video's kijken en een lekker broodje eten. Twee broodjes. Ik heb echt best wel honger. Ik heb nog niet heel veel op vandaag. Dus we gaan lekker eten. Goed, ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik heb heel erg kloppende hoofdpijn en hartkloppingen. Ik weet niet hoe dat komt. Dus ik wil even mijn gemak gaan houden en ik ga heel even liggen. Ik doe deze stukje naar beneden. Zo, ik ga even mijn gemak houden. En de rest van de avond zien we wel verder. Goed, ik weet heel goed wat deze avond gaat brengen. Ik ben bij mijn opa en oma en ik slaap hier vanavond en ik ga nu even kijken of hier iets van een vest of een trui ligt. Ja, top. Mooi, trui ligt hier. Ik slaap namelijk vanavond lekker bij mijn opa en oma en
wordt een beetje koud. Dus ik wil graag een trui of iets aan. Zodat ik niet koud heb. Dus dat ga ik even gelijk doen. Even een trui aan. Ik kwam dus tot de conclusie dat ik graag hier wilde slapen. Aangezien ik dat heel weinig doe momenteel. Dus ik ben met mijn opa en oma. Ik heb net lekker mijn tante en mijn neefje gebeld. En ik ga nu naar beneden en ik ga weet ik veel spelen. Dus hier komt een timelapse. Allemaal. Het is vandaag zondag en ik denk ik ga deze vlog toch nog heel even door. Ik ga nu naar huis toe. Mijn opa en oma moesten in de middag naar een verjaardag en dat wist ik dus niet toen ik hier ging slapen. Ik denk die moeten vanavond naar een verjaardag. Maar die moeten dus nu naar een verjaardag. Dus die zijn net een half uurtje weg. Ik ben nog bij mijn opa en oma. Ik sluit straks alles hier af. Ik ga mijn schoenen aantrekken. En ja, dan ga ik weer naar huis toe. Even alles afsluiten. En dan ga ik deze video editen en dan ga ik mijn gemak houden de hele middag. Want met mijn gezondheid gaat het nog steeds niet heel erg lekker. Ik ben nog steeds heel erg verkouden en continu hoofdpijn heel erg. Dus ik hoop dat dat allemaal snel weg is. ja, dus ik hou lekker mijn gemakje, want morgen moet ik natuurlijk weer naar mijn stage toe. En dan wil ik wel uitgerust zijn. Dus dat is de planning voor vandaag en voor nu. Dus ik ga mijn schoenen strikken en dan ga ik richting huis. En dan was dit alweer de vlog. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik weet nou niet of dit een beetje een normale vlog was of dat het een beetje rommelig was. Volgens mij was het best wel rommelig. Maar ik wil jullie wel bedanken voor het kijken naar deze vlog. Dit is voor jullie een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal en ik zie jullie heel erg snel weer bij een nieuwe video. Doeg! Ja, ik zet alles op het